Hey, leuk dat je kijkt. Ik zit hier met Frank Olaris in Maastricht, in het hoofdkwartier van Blue Earth Innovations. Ja, ja, vet hoor. Hele grote fabriekshal en nog allerlei kantoren en dergelijke. Maar daar zitten we hier niet voor, tenminste. Wat wij vandaag willen bespreken is, en daar ben ik zelf ook heel benieuwd naar, is het Congres Technologieën der Neuen Zeit. Ja. Frank die is van 21 tot 23 juni naar Stuttgart geweest, waar dit congres plaatsvond. Een congres, eigenlijk een soort update over de vrije energie over de wereld, want er waren echt niet alleen maar Duitsers. Ze kwamen van heinde en ver om hun kennis up-to-date te delen. En op het laatste moment kon ik zelf helaas niet. Dus ik ben heel blij dat jij wilt delen met ons, Frank, wat je daar bent tegengekomen. Kun je eerst een algemene indruk geven van misschien je verwachtingen en wat je daar bent tegengekomen in zijn algemeenheid? Nou, mijn verwachtingen zijn altijd grappig. Dat ik verwacht eigenlijk helemaal niks. Nee. Dus dat kan nooit tegenvallen. Dus precies. Ik ga er gewoon altijd heel bleu in. Ja. Maar wat me werkelijk verbaasde was de hoge mate van professionaliteit. Echt, dat kennen wij in Nederland niet zo. En waar moet ik dan aan denken? Nou ja, kijk, meestal is het hier. Het zijn leuke mensen, gezellig, weet je wel. Zo'n beetje keuvelen, vrije energie, leuk. Maar niet echt zo georganiseerd zoals daar. En met zoveel werkelijk fabrikanten ook, hè, over de hele wereld. Ik bedoel, het is echt wel goed gedaan. Ja, ja, ja. En ik ben heel benieuwd natuurlijk wat je dan tegen bent gekomen. Als eerste, en waarbij je ook al aangaf van dat je niet naar alles bent geweest. Dus dan moeten we maar even kijken. Ben jij geweest naar die Martina Sumenjak van die Slovenian Biomass Association? Nee. Niet? Nee. Oké. Okay. Ja, biomassa. Ja. Dat is oud nieuws, dus voor mij had ik zoiets van, nou, leuk. Maar daar ben ik niet daarvoor, voor. Daarvoor ging ik niet. Nee, helder. Nee. Dan hebben we een gereduceerde elektrische rukwirkung met demo. Dat was die Steve Gillis. Ja. Waarvan ze in de aankondigingen zei, dat vond ik heel bijzonder, en dat hij eigenlijk sinds 2023 zijn model heeft geperfectionaliseerd. En waarbij ze in de volgende zin zeggen dat het doel is een zelfstandig gereed voor den Haushalt. Dus een zelfstandig apparaat voor het huishouden. Wat impliceert dat dat nog niet is geperfectionaliseerd. Nee, wat ben jij daar tegengekomen? Ja, want ik heb in ieder geval met de beste man een paar gesprekken gehad. Oké. Okay. Dat is wel leuk. Hij heeft daar ook werkelijk een opstelling, had hij meegenomen. Ja. 2,3 kilowatt Drehstrommotor. That motor spins. Dat was ook heel interessant om te zien, dus dat er inderdaad hele vreemde fenomenen zich plaatsvinden. En wat moeten we dan bij voorstellen? Ja, dus bijvoorbeeld, dan verwacht je dus bijvoorbeeld een grotere stroom. Hij gaat meer doen en dan gaat de machine. Of hij gaat meer, komt eruit en dan gaat de machine minder leveren, zou ik maar zeggen. Dus dat er minder ingaat dan eruit komt. Ja, en er komt meer uit dan erin gaat. Ja. Maar het is wel nog steeds in een hele experimentele fase. Okay. Want hij zegt ook, hij komt dingen tegen wat hij niet helemaal in de greep heeft. Dus voor hem is het eigenlijk ook meer een studie. Wat hij dus eigenlijk, dat had hij ook aangekondigd. Hij zegt eigenlijk, doe ik dit om te solliciteren. Ah, ja, okay. Het was een leuk. Sollicitatie. Ja. Ik vond het wel leuk gedaan hoe hij dat had gedaan. Ja. En een open sollicitatie van, als iemand het leuk vindt dat we dit doen, doe mee en samen. Ja. Maar wat hier staat, dat het intussen geperfectionaliseerd is, dat is dus niet het geval. Nou ja, er zijn natuurlijk wat dingen verbeterd, maar je ziet gewoon dat het nog helemaal aan het begin staat. Dus je kunt dit dus worden, weet ik niet. Nee, precies. Dus het is in ieder geval niet zo van, goh, hier staat een machine en daar kun je gewoon zoveel geld voor neerleggen en die kun je thuis neerzetten en dan heb je energie. Nee. Niet? Nee. Oké. Okay. Next one us. Ja. Thomas Hilpert, die heeft een autonome waterturbine met vliegkraftnutzung. Ja, schitterend. Want? Schitterend. Want? Omdat puur, het is de eenvoud. Oh, wat hou ik van de eenvoud. Weet je? Even voor mijn begrip, wat is vliegkrachtnutzung? Dat is dus de vliegende kracht. Oh ja? Dat is een voorwerp, In het middelpunt vliegende kracht eigenlijk. Ja.
Nou ja, hij draait dus eigenlijk. Hij kan dus draaien, dus ja. Natuurlijk. Hè, maar dan moet je even voorstellen, het is in de tijd van 1700 nog iets, 1780 geloof ik, dat de man, de bedenker eigenlijk, de originele bedenker eigenlijk van dit fenomeen, ja. Had dat dus gebouwd. En in die tijd waren ze natuurlijk veel bezig, hè, met waterkracht, watertechniek. Ja. Om bijvoorbeeld windmolens die dus dat overzetten om dingen te bewegen. Nou, zo had je dus watersystemen. Ja. En toen hadden ze al snel eigenlijk teruggevonden dat wat die originele... Ik ben zijn naam even kwijt. Maar goed, te maken. Thomas Hilpert. Nee, dat was hem niet, want die was nog. We praten hier over 1780. Hè? Oh, oké. Okay. Ja. Dat is de originele uitvinder. Maar, goed, maar in ieder geval, dadelijk komt het naampje in beeld. Dus dat zie je. Tuurlijk. Die had een heel eenvoudig device bedacht. En, dus die, heb je een kolom met water. Hè? Ja. Dat zijn 5 meter bijvoorbeeld. Hè? Mm-hmm. Dan heb je dus 0,5 bar. Dus een halve bar. Ja. En door die druk gaat dat dan door een buis. En die buis die heeft een kromming, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Dus het water komt hier eigenlijk uit. Dat sproeit uit. Ja. En daardoor begint hij te draaien. Ja. Ja. Nou, en die waren al snel achter dat dit veel beter rendement gaf. Okay. En sommige principes hiervan kun je ook terugvinden nu op dit moment op de markt. En dat zijn die turbines, eigen waterturbines, die niet zo draaien met een rad, maar die eigenlijk die een vortex maak je een vortex en dan draait de turbine draait eigenlijk zo om. Nou, daar wordt dus ook dankbaar gebruik van gemaakt. Maar hij had dus inderdaad dat gepakt, die Thomas. Die heeft gezien dat door de tijd heen, geeft hij daar ook een voorstelling van. In hoeveel jaren dat eigenlijk allemaal geperfectioneerd is geworden en wat allemaal gebeurd is. En daar vind je ook, als je die allemaal na gaat kijken, zie je een hele serie aan allerlei verschillende turbines die al gebouwd zijn. Maar die hadden allemaal geen overunity. Maar deze wel. En even voor mijn leken begrip, die overunity is dan dat de kracht waarmee het eruit komt en wat je op kunt vangen doordat het in een doordat je het circulair laat draaien, is meer dan dat er nodig is om dat water weer omhoog te pompen. Yes. Precies, daar zo. Okay, ja. Dat is het. Ja. En hij zit nu op een COP van 2, had ik begrepen in ieder geval van hem. Staat hier 395%. Ja, nou. Hij zei 2. Ja. Ja, dus dat is 200%. Dus, ja. Ja. Nou ja, oké. Okay. Fair enough. Dat is 2 keer zoveel. Dat is al top. Dat is vrije energie. Niet alles gelopen wat nee, inderdaad. Inderdaad. Ja. Ja. Maar goed, dat maakt niet uit. Maar hij liep tegen wat probleempjes aan. Dus en op het moment dat hij daar was, de beste man, meldde hij dus dat een ingenieur bezig was om een nieuwe model te maken. Want wat ook zo interessant was, wat hij vertelde, is dat toen hij één zo'n uitgang had, draaide het prima, een heel hoog toerental, 9000 toeren geloof ik was dat, en dat is echt heel veel voor, als je het over watersystemen hebt. Nou, en een motor draait 2.000-3.000 of zo, gewoon in de auto toch? Ja, even voor mijn vergelijken. Maar je kunt het vergelijken met een Flex, die draait 10.000 toeren. Ah, oké, okay. Dat is natuurlijk oké. Okay. Ja. Okay. Maar, dus hij zei, hij liep tegen problemen aan, want als je er twee nozzels hebt, dan begint het elkaar tegen te werken. Okay. En dat vind ik ook wel interessant. En van, wacht eens even. En dan denk ik van, waarom hou je het dan niet op 1? Ja, ja of probeer je 3 of 5? Fibonacci-getallen of zo? Hij heeft alles geprobeerd natuurlijk. Hij heeft van alles gedaan. Hij heeft allerlei modellen gemaakt en dat soort dingen. Dus hij zit nog in dat stukje onderzoekswerk. Ja. Maar ik moet wel zeggen dat van de dingen die ik heb gezien, was hij toch wel een van de favorieten van mij. Okay. Om puur voor de eenvoud. En stel dat dit dan geperfectionaliseerd wordt, hoe zou dit dan in een bedrijf of in een huishouden gebruikt kunnen worden? Gewoon een elektriciteit opwekken. Ja, dus in plaats van een zonnepaneel of een windturbine, heb je gewoon een waterinstallatie. Zonnepanelen en wind, dat zijn dingen waar je niet elke keer gebruik van kunt maken. Nee, en los van het feit dat ze ook niet zo duurzaam zijn, zijn. Ja, exact. Het heeft heel weinig onderdelen. Het is dus niet veel techniek aan eigenlijk. Hè? Dus het is een draaiend iets, maar ja. Maar het bestaat ook al een tijdje. En ondanks dat hij het nog niet geperfectionaliseerd heeft, wat is jouw idee er dan over waarom dit nog niet beschikbaar is of gebruikt wordt?
breed? Of wordt het al wel gebruikt? En... Dat is met alles zo. Hè. Ik bedoel, kijk, veel uitvinders hebben last van ook ego. Oh, ja. En probleempjes met funding. Ja. En allerlei valkuilen, hè, die voor ze neer worden gelegd waar ze gewoon intrappen. Dus dat is minder. En heb je daar bij dezegene ook iets van gezien? Ja, absoluut. Want de man heeft het namelijk al 36 landen gepatenteerd. Oké. Ja, dat moet je niet doen. Nee. Doe dat niet. Niet handig. Nee. Huh? Dus... Dus, maar goed. Okay. Dus... Het is een typische techneut die gewoon met oogkleppen op gewoon dat doet. En zoals zoveel. Ja. Maar goed, oké. Okay. Maar we gaan het horen. Ik bedoel, we houden het in de gaten en ik heb contact met hem. Dus, dat is mooi. Ja. Dat is heel mooi. Dus als er iets meer te melden valt dan... Ja. Dan zou er een heel revolutionair ding uit de States komen. Een solid state generator. Ja. Maar die werd bijna op het laatste moment afgeblazen. Mm-hmm. Maar de organisatoren van het congres, die zijn daar wel geweest. Ja. En die hebben een soort van presentatie daarvan gehouden. Ja. Kun je daar iets over zeggen? Ja, de Holcomb. Zeer indrukwekkend, moet ik wel zeggen. Okay. Ze hebben echt wel mooie dingen gedaan daar. En heel uitgebreid verslag inderdaad gedaan van mm-hmm. de verschillende motoren die ze dus hebben laten zien. Het werkt. En wat moet ik me dan bij voorstellen? Wat voor soort motor is het? Werken ze met magneten? Nou, of ja, het werkt met magneten. Okay. En het, eigenlijk wat het doet, het is het het, ja, moet je het zeggen? Het is niet iets wat draait, dus het is een solid state systeem, oh, ja. Maar het bootst een motor na. Oké, okay. Ja, dus het bootst, dus kijk, van een motor heb je dus een draaiende beweging die dus Noord-Zuid polen elke keer omdraait en daardoor krijg je dus die beweging en krijg je een sinus en dan krijg je elektriciteit. Ja. Nou, en in principe hoef je eigenlijk alleen maar die magneten om te draaien en dat hoef je niet fysiek te doen, dat kan ook statisch. Huh? Ja, dus je kan een spoel bijvoorbeeld aan de ene kant noord laten zijn en dan aan de andere kant zuid. Mm-hmm. Dat doe je dus met een heel sterk wisselend veld. Nou, dat hebben ze eigenlijk gemaakt en dat draait dus inderdaad. En al een hele tijd trouwens, dat doen ze ook heel goed. Okay. Ze maken ook steeds grotere systemen, het ziet er eigenlijk best wel mooi uit. Ja, dus dat werkt. En de reden was dat ze niet kwamen omdat ze al hun tijd en energie moeten geven om dat in de steeds groter te laten zijn, zeg ja. maar, dan hier ook in Europa. Mm-hmm. En, maar begrijp ik dan goed dat het in de steeds gewoon verkocht wordt en werkt? Dus betekent het dat je gewoon... dat mensen daar dus een vrije energiemachine kunnen kopen en in hun huis zetten en vrije energie hebben? Niet in hun huis. Wat ze bouwen eigenlijk zijn grotere systemen. Oké, okay, dus voor industrie. Ja. En ik vond het ook een beetje vaag eigenlijk van waar zitten ze nou eigenlijk in de markt? Zitten ze nou in de markt? Hoe zit het nou? Ja. Ik bedoel, er is wel geld, want je ziet gewoon heel duidelijk dat daar dus enorm veel geld in zit in dat hele project. Mm-hmm. En dat zie je aan de fabrieken, aan de machines. Ja, de... zeker. Ja, dat ja. zie je niet zomaar even. Nee. En dat doen ze ook al jaren. Ze hebben echt heel veel prototypes gebouwd. Oké. Okay. En het wordt steeds groter en beter en dat soort dingen. Dus ja, en ze zijn nu bezig met 50 megawatt. Ja. Ja, maar oké, stel voor, ik heb een bedrijf en dat heeft veel stroom nodig. Kan ik dan gewoon naar de States een eentje bestellen? Nee, ik denk het niet. Want? Nee, nou ja, goed, daar zijn ze, dat zeg ik, daar zijn ze heel vaak over. En ik denk ook dat ze dat gewoon een beetje onder de pet willen houden. Ja, ze willen ja. niet echt te veel groeien, dan val je te veel op. Ja, ja, ja. Het is een keuze hè, die je maakt. Ja, zeker. En het is ook niet van dat hun nou in één keer dat moeten doen wat wij zeggen dat ze moeten doen. Dus, nee, sowieso niet. Alle geld ingestopt en alle respect daarvoor. Ja, zeker. Dus, prima. Dus laat ze lekker dabbelen, maar ik denk niet dat daar een systeempje uitkomt voor de huishoudens, sowieso niet. Nee. En ja, dat is duidelijk meer. Ja, en MKB ook niet? Of je moet echt aan grotere industrieën denken? Ja, dat is echt groot. Ja. Ik denk ja, ook ja. dat een beetje ook hun doel is, gewoon elektriciteitscentrales en dat soort dingen. Ja. Zou natuurlijk fantastisch zijn, maar goed, de consument heeft daar in principe weinig aan, want je betaalt nog steeds zijn energie. Dus, ja. Ja, kan nog steeds afgesloten worden. Dus, prachtig apparaat, maar niet bereikbaar voor de Nederlandse consument. Helaas. Ja. 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 Dan komen we op de zaterdag. En dat was de Krom Ray Generator. Met Bendini Modifications. En Tom Bearden's theorie en experimenten van Dr. Thorsten Ludwig. Ja. Heb je daar iets van meegekregen? Ja, dat vond ik wel heel interessant. Want sowieso, kijk, er zijn heel veel mensen bezig met Bendini en soortgelijke technologieën. Voor mensen die dat niet weten, hoe zou je
Bandini in een notendop typeren? In de zin van de techniek waar hij mee bezig is? Ja, dit zijn dus diverse spoelen die opgesteld staan. Een rad wat draait eigenlijk. En dan speel je dus eigenlijk met aan- en uitzetten van de magneten. Oké. Okay. Waardoor dus energie wordt opgewekt en dat je daar meer energie uit gaat halen als wat je erin stopt. Ja. Nou, ik moet even voorstellen dat Bandini daar zelf tig jaar, ik weet niet hoe lang, 20, 30 jaar mee bezig is geweest. En Tom Bearden is daar ook mee bezig geweest, hè, met zijn dingen. Dus die twee die zie je soms ook in een filmpje. Ja. Maar Tom Bearden bijvoorbeeld, die was het beste eruit gekomen. En die was tot 1,5 gekomen. Dus een COP van 1,5. Ja. En, dus 50% meer opbrengst dat je erin stopt. Ja. Nou ja, dat is op zich ook fantastisch. Als ja, dat maar meer je is. Kan er niks mee doen. Dat is want? Nou, kijk, als je echt... Je kan er wel iets doen natuurlijk. En daar heb je dus in ieder geval 50% meer energie. Of in ieder geval arbeid. Dan dat je energie erin hebt gestopt. Ja. Maar je kan er geen closed loop mee maken. Okay. Maar je hebt altijd verliezen. En die verliezen zijn gewoon te groot. En dan moet je een enorm apparaat gaan bouwen. Misschien om een kilowatt op te wekken. Ja, dat is gewoon niet... Dus eigenlijk is het niet anderhalf. Als je er alle factoren die meespelen meerekent, ja. Dan kom je dan nog boven de 1, denk je? Ja, hoe bedoel je? Als je... Nou, jij zegt eigenlijk, want het is een COP van 1,5. Ja. Dus dat betekent dat er 50% meer uitkomt dan dat erin gaat. Ja, klopt. Alleen kennelijk... Kijk, want dan moet je die energie alweer in een accu stoppen en dan moet je dat weer uithalen, snap je? Dus en daar heb je te veel verliezen. Ja. Dat is het hem juist. Ja, en je moet ook rekening houden van hoe groot wordt dan een apparaat? Mm-hmm. Als je zo'n apparaat wil hebben voor bijvoorbeeld 100 watt, hoe groot moet dat dan worden voor 1 kilowatt? Nee, ja. Oké. Okay. Ja. Dus dat was tot nu toe nog niet echt bruikbaar, zeg maar. En deze man, Thorsten Ludwig, die was daarmee bezig en die heeft iets gepresenteerd. Hoe ver hij ermee was. Ja, kijk, wat ik eigenlijk daarmee kwijt wil zijn, is namelijk dat je merkt gewoon dat sommige technieken... Mm-hmm. Die zijn heel veel mensen aan het doen. Ja. Ik zit er ook al jaren in het hele groepje. En die is met Bandini bezig en die is met Bandini bezig. En ze lopen allemaal tegen dezelfde problemen aan. Dat hoor je en dat zie je. Dan zeg ik, jongens, laat het varen. Ja. Want kijk, als mensen die daar al jaren in zitten en zo diep erin zitten. Die lukt het zelfs nog niet eens. Er zijn zoveel mensen die het geprobeerd hebben. Ja. Dan moet je iets anders gaan proberen. Ja. Dan moet je iets anders gaan doen. Helder. Maar ik zou zeggen... Maar hij heeft er dus niet iets anders gekozen en had hij nog wel iets significants te melden? Nee, eigenlijk niet. Goh. Het is gewoon, ja. Ja, okay. Dat is wat het is. Hè. Ja. Dan hebben we nog een Cosmo Wine. Heb je nog lekker lopen slempen daar? Was lekker, joh. Ja, die wijn was lekker. Ja, dat snap ik. Had hij goed gedaan. Ja, het was een leuk verhaal, joh. Dus, ja. En wat ik wel zo interessant vond was van hem... Hij zegt, ja, er zijn twee dingen nodig. En is liefde en dankbaarheid. Oh. Zeer herkenbaar. Nou. Daar werken we ook mee. Weet ik wou dat zeggen. Ja. Dus ik had hem ook daarna nog even gesproken. Ik zeg van, ja, wat leuk. Ik zeg, wij, dat is ook onze motto. Ja. 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 Maar het was gezellig. Ja, snap ik. Dan hebben we nog scalawellen, de scalar waves. Om... een grotere plantenstroom te verwezenlijken. Ja. Heb je die ook beluisterd? Klein stukje, inderdaad. Mm-hmm. Ja, maar ja, goed. Wij doen er ook dingen mee, dus in ieder geval. Dus, met plantenstroom? Nou, we doen dus op een andere manier. Hè. We werken dus met de eieren, met het elektrowater. En dat is eigenlijk een veel meer een natuurlijke wijze, vind ik het. Ik heb altijd moeite mee als mensen gaan werken met elektriciteit. Op planten en met stroomdraden en dat soort dingen, dat werkt bij mij altijd een beetje zo van, doe dat nou liever niet, weet je wel. Puur ook nog eens een keer omdat het veel eenvoudiger kan. Oké. Okay. Dus wij zien dezelfde resultaten met een systeempje wat je koopt zonder al die dingen. En eerlijk gezegd denk ik dat veel beter is, omdat je, hoe moet ik zeggen, wij trekken de energie aan op een andere manier, maar die gewoon veel natuurlijker is, wat de natuur gewoon ook gebruikt. De natuur werkt niet op basis van koper en elektriciteit. Nee. Sorry, er zit aan een boom zit geen stroomdraad. Nee, weet je? Er zit geen stopcontact in. Dus alles wat, er zijn heel veel systemen die hebben dan die stroom nodig om dat te doen, maar goed, dat heb ik zoiets van, liever niet.
En dan de systeem waar jij op bedoelt, waarmee het ook kan, trekt het eerder uit de ether. Terwijl de plant het zelf ook uit de ether trekt. En jij trekt het via de plant uit de ether, maar je kunt ook rechtstreeks uit de ether trekken. Moet ik dat dan zo een beetje zien, wat je eigenlijk zegt? Nou ja, wat je doet eigenlijk is de plant helpen. De plant kan uiteindelijk doet de plant het zelf. Ja. Alleen het punt is gewoon dat de plant heeft natuurlijk ook last van al die dingen die hier zijn. Hè? 5G, 3G, weet ik wel. Het zijn grond die al verontreinigd is. Nou, noem maar op. Ja. Je kan het zo gek niet bedenken. PFAS en aluminium wat in de grond zit. Ja. Eigenlijk, dat is allemaal rotzooi. Ja. En heeft wel een beetje hulp nodig. En nou goed, dat is eigenlijk wat we doen. Maar goed, dus ik had daar niet zo'n trek in. Nee. Oké. Okay. Dan hebben we een open source vrije energiemachine voor alle. Nou, dat is natuurlijk een prachtige aankondiging van Jörg Wochian. Ja. En die doet ook met name iets met HHO-gereten. Dus dat is de waterstof. Zeker. Dus die heb jij waarschijnlijk beluisterd. Ja, die heb ik geluisterd. Ja, inderdaad. Dat klopt. Ja, mijn naam is Jörg Wochian. Ik ben hier heute met een thema dat we letztes jaar hier gestart hebben. Erstmal vielen Dank, dass ich auch dieses Jahr hier nochmal reden darf. Es geht um ein Open Source freie Energieprojekt. En waren jouw indrukken daarvan? Veel fantasie. Oké. Okay. Voor het grootste gedeelte. En dat komt gewoon omdat. Ik heb mij ook wel een beetje verbaasd eigenlijk. Omdat je kijkt naar zo'n presentatie. En ja. Je zit daar met ongeveer 300 man. Ja, zoiets. Ja? Ja, en hier kloppen dingen niet. Okay. Hier kloppen dingen echt niet. Kun je dan een soort voorbeeld noemen? Een voorbeeld te geven. Ja. Dus hij zit dan in een Vito-bus en dan rijdt hij. Ja? Ja. Dat ding heeft hij ingebouwd. Ja? Ja. Heeft hij waterstofcel, zoals ik ook in de auto heb. Ja, inderdaad. Ja. Ja, met een klein dingetje. Klein ja. Nou, hij heeft 300 kilometer gereden. Ja. En kijkt dus op zijn benzinemetertje en daar maakt hij ook een fotootje van. En de benzinemeter staat nog dat hij vol is. Ja. Sorry. He? Nou, maar zo'n ding, zo'n foto, die geeft meer weer dan alleen maar dat volle naaldje. Ik zag ook dat hij dus die 350 kilometer had gelopen en dat hij dus een verbruik had van 7,2 liter per. Dus ik denk dat de man gewoon heeft gereden, getankt heeft en dan die foto heeft gemaakt. Ah, oké. Okay. Nee, sorry, nee. Dit kan echt niet. Nee. Zeker niet met zo'n celletje, dan maak je mij niet wijs. Weet je, dus wat dat betreft, en ik vond het, sommige mensen zien ook, ja, die zijn een beetje zo gelikt, zo'n verkoper. Ja. Het is echt een verkoper. En dat is wat hij doet. En dat is zijn ding daar. Dus, ja, want en dat was een van de dingen waarom ik er zelf ook wel naartoe wilde. Dat er twee mensen waren die, wat hier aangekondigd wordt dan als echt, top of the bill. En de volgende Sven Moens, die zou dan, er reicht damit miljoenen. En deze man ook, een open source vrije energiemachine voor alle, zo wordt het dan aangekondigd. Mm-hmm. En ook de waterstof heeft natuurlijk vanwege ook de Game Changers 1 onze warme belangstelling. Ja. En wat je dan tegenkomt is eigenlijk een verkooppraatje. Primair. En wil je dan ook iets zeggen over die andere, die Sven Moens, met zijn snip techniek? HO Wasserzusatz? Ja, het is een beetje hetzelfde. Dus dat zijn. Ik zie daar niet het unieke van in. Hoe moet ik zeggen? Ze hebben een leuk verhaal. Ja. Ja? Maar de mensen worden zo snel misleid omdat ze gewoon de kennis niet hebben. Nee. Dus er waren heel veel mensen in het publiek die waren enthousiast. Ik denk van waarom moet je daar nou enthousiast voor worden? Ik word er niet enthousiast van. Nee. En dan zie je dan zo'n celletje staan en dan kijk je daarna en dan zeg je van goh, waarom heb je eigenlijk geen koeling erop? Ja. Ja, want je hebt nou een mooie waterkoker gemaakt en daar had hij nog nooit van gehoord. Weet je? Om het te koelen. Ja, om het te koelen bijvoorbeeld. Want Er gaat toch stroom in en je krijgt warm water. Maar ook als je het celletje ziet, dan denk je, ja, maar hij heeft het de ballen verstand ervan, joh. Dus dat vind ik dan zo jammer. Ik denk van, weet je, dat hoort niet op zo'n congres. Dat vond ik niet, inderdaad. Maar goed, maar ook zelfs die mensen kunnen zich laten misleiden. Dus had ik hem door, dus... maar dat komt omdat ik het zelf al jaren doe. Dus ja. Nou ja, het is wel bijzonder als zo'n publiek van dan 300 man op zo'n congres... En dat dan niet doorhebben, zeg maar. Ja. En dat vind ik ook wel bijzonder.
En, en wat zegt dat over de waterstoftechniek om brandstof te besparen en uitstoot te verminderen in zijn algemeenheid? Dat je moet heel goed kijken naar echte kwaliteit. Mm-hmm. Dan maken te veel mensen misbruik eigenlijk van dat mensen nu in een hele nare situatie zitten en die zoeken een uitweg. Ja. En die zien dat dan en die zeggen, dat zou misschien wel kunnen zijn. Ja. Net zoals jij. Precies. Je schaft het aan ja. En je hebt een kater. Ja, nou nu heb ik toch wel 10% brandstofbesparing. Maar ik zou dat helemaal strak moeten meten natuurlijk. En dat heb ik niet gedaan. Nou, dus weet je eigenlijk niks. Nee, dat is waar. Laat heel eerlijk zijn. Nou ja, kijk, als het 40% of zo was geweest, dan had je dat wel gemerkt natuurlijk. Natuurlijk. Dus dat, ja, precies. Maar ik wil alleen maar zeggen, kijk, wat ik ook zo belangrijk vind, is gewoon dat de mensen goed informeren. Ja. En daar schort het vaak aan. Ja. Weet je? Dus zo van, oh kijk hoeveel gas er uitkomt. Oh ja, het gemeten. Dat is belangrijk. Ja. Je moet het meten. Ja? Wat ik wel vind, dat er zit natuurlijk wel een verschil in tussen de, wat hij beschrijft, de SNIP-techniek en de HO-toezats. Dus hij heeft dus SNIP-techniek, dat is eigenlijk dus dat je dus een module hebt, die is geprogrammeerd. Oh, ja? En daar kan je je realiteit eigenlijk mee aanpassen. En welke realiteit? De realiteit van bijvoorbeeld een voertuig, hè, dat hij dus heeft een bepaalde starheid bijvoorbeeld. Hè? Ja. En dan kun je dus dat middels een geprogrammeerd modelletje, dat kan allerlei dingen zijn, hè. Dat kan een kaartje zijn bijvoorbeeld, of een sticker, of wat je op sommige plakken plakt. Hè. En dat je dan in één keer merkt van, goh, mijn wagen ligt stabieler. Hm. Hè? Ik heb toch iets meer vermogen. Oh, ja. En ik ben die technieken ook vaker tegengekomen. Mm-hmm. Ik moet zeggen, dat vind ik ook wel een hele goeie, want ik weet dat de realiteit waar we in leven, die is toch anders dan we denken dat die is. Ja. Ik kijk nu minder materialistisch. Omdat materie eigenlijk, het is een programma. Ja. Dus je kunt inderdaad met geprogrammeerde systemen, kun jij inderdaad dingen doen waardoor net die sportwagen of die Formule 1, wat dus ook gebeurd is, hè, ja. Kun je net even wat langer of harder laten lopen ja. en dat die in de bochten wat strakker is, zou ik maar zeggen. Ja, nu hebben wij natuurlijk ook naar aanleiding van het inbouwdebakel in mijn auto even gekeken naar andere waterstofcellen om in te bouwen. En dan kwamen we heel veel troep tegen eigenlijk. En wat jij eruit kan halen, je hebt me daar iets in wijs gemaakt dat je zegt van nou, je kunt aan bepaalde waarden kun je dingen uitrekenen. En als die er allemaal staan, dan kun je dus ook de errors erin uithalen. Bijvoorbeeld hoeveel waterstof het maakt. Hoeveel watergas het maakt. Ja, heel goed dat je die verspreking er even uithaalt. Want het is al verwarrend genoeg allemaal. Maar we hebben wel een aantal op het oog goed lijkende gevonden. Mm-hmm. En die gewoon de juiste waardes geven. Ja. En het zijn ook wat duurdere systemen. Ja. Van 1000 tot 4000 euro ex inbouw. Ja. En ex verzendkosten, want ze komen uit Australië of uit de States. Wat we dan hebben gezien, zeg maar. En kun jij voor mensen die op zoek zijn naar ook een efficiënte waterstofcel in hun auto zeggen waar ze op zouden moeten letten bij het aanschaf van zo'n waterstofcel? Nou, in ieder geval dat die niet te klein is. Want ze hebben echt wel plaatoppervlakte nodig. Ja. Hoe kleiner de plaatoppervlakte, hoe sneller uiteindelijk het water warm gaat worden. Ja. Hoe warmer het water, hoe slechter de kwaliteit van het gas is. Ja. Ja, dat is logisch natuurlijk, hè? Dus daar moet je op letten. Dus een indicator is ook koeling, dat erbij zit. Koeling is een heel belangrijke, want het wordt gewoon warm. Of je moet met een hele andere techniek gaan werken, dus niet met gewoon 12 volt, maar bijvoorbeeld gepulst. Ja. Dat is een heel andere techniek, heel ander verhaal, maar die ben ik nog niet tegengekomen. Oké. Dus dat is een hele belangrijke. En dan goed kijken dat het ook wat degelijk in elkaar zit. Want vaak wordt het verkocht met wat van die slangetjes, met die dingetjes. Dat je denkt van het kost helemaal niks. Ja. Maar het kan ook heel snel kapot. Ja, zeker. Weet je wel, want zo'n auto, ik bedoel, als je gaat kijken naar zo'n auto, dat ding dat trilt, dat beweegt. Ja, en er wordt niet voor niks, worden daar heel veel testen mee gedaan. Dat bijvoorbeeld slangetjes op een goede plek zitten, dat die niet breken. Ja. Want als dat breekt, dan komt gas vrij. En dan kan je een explosie krijgen onder je motorkap. Ja.
Ja, dat moet je niet hebben. Nee, zeker niet. Dus ja, en als je dan gaat kijken wat jij hebt gedaan in zo'n website, dan vallen het grootste gedeelte valt af. Want de mensen kijken nou eenmaal alleen maar naar prijs. Ja. Oh, precies. Die is meer. Nee, dan pak ik die van €450. Ja. Ja, maar heb je gezien wat voor een troep er wel in? Nou, ik vond zeker naar aanleiding van wat ik van jou weet natuurlijk, zeg maar, dat ik toch als leek, of was dan iets minder leek, er uiteindelijk toch met een zoektocht wel een aantal uit heb kunnen halen. Waarvan ik zelf het gevoel had van, nou, dat zit gewoon beter in elkaar. Mm. Hoe ze erover spreken, de prijs, de waardes, zeg maar. En dan kwam ik dan nog wel één ding in tegen wat ik je even wil vragen. Dat is dat hebben een van de websites van de betere watergascellen. Kreeg ik terug van, want ik heb even ben met hun in contact geweest van, nou, ik heb die in die auto en welke zou ik dan in moeten bouwen? Dat ze zeiden van, nou, je moet die hebben, want wij hebben gemerkt dat de motor wel een sweet spot heeft, dat je hem niet moet overvoeren met watergas. En terwijl ik ook systemen ben tegengekomen die ook wel wat duurder waren, maar die echt veel meer watergas produceren, waar zelfs vrachtwagens op kunnen lopen. Wat is jouw ervaring met of motoren wel of niet een sweet spot hebben qua watergas? Of dat je gewoon, als je gewoon voor meer watergas gaat, dat je dan gewoon meer brandstofbesparing en meer emissiebesparing hebt? Ja, maar dat is heel lastig. Okay. Om dat te bepalen. Omdat niet ieder motor is hetzelfde. Nee. Nee. Niet iedere elektronica is hetzelfde. Nee. Dus bij de ene heb je al sneller eigenlijk een probleem dan bij de andere. Ja, ja, dus bijvoorbeeld dan zegt de ene motor bijvoorbeeld, die is zodanig ingericht, die zegt van, hé, dat is al te veel, ik ga nu al iets anders doen. Ja. Dat is heel moeilijk vast te stellen. Ja. En daarom is dit thema ook zo lastig. Ja. Ja, omdat het lijkt simpel. Ja. Ja, je pakt een watergascel, je stopt hem in de auto en ben je klaar. Ja. Nee, dat begint het feestje pas. Ja. Want de fabrikanten, die weten dit al sinds 1970, ja, dat deze techniek er is. En die hebben dan eigenlijk ook allerlei maatregelen genomen dat het dus eigenlijk ook niet kan werken. Door elektronica aan te passen. Ja, en de software. Ja. En dat die dus in gaat grijpen. Maar je weet niet wanneer dat ding gaat ingrijpen. Nee. Dat weet je niet. Nee. Dus hoe moet je de sweet spot, moet je dus eigenlijk bepalen. Ja. Ja, ik zou het niet weten. Dan moet je hem op de, dan moet je hem al op de rollerbaan gaan zetten. Ja. Je moet hem elektronisch gaan bekijken. En je moet hem de uitlaat gaan meten, de verbruik. En dan kom je achter een sweet spot. Maar je kunt niet zeggen, zo groot is die auto. Oh, dan moet je zoveel gas erin doen. Nee, want dat weet je gewoon niet vanwege de verschillende parameters die elke auto heeft. Ja, en dat is de en dat is niet alleen, en dat is niet alleen de motorinhoud. Nee. Nee, want zij deden voorkomen alsof dat het was, zeg maar. Ik heb dan 2.7. Nou, daar hoort dan zo'n cel bij. Ja. Hè, en, dat zou je kunnen zeggen. Hè? Je kan zeggen van, nou, in het algemeen, ik ga in het midden zitten, is dit voor dit. Dat zou je kunnen zeggen. Hè? Ja, en ook heel verstandig trouwens om dat te doen. Ja. Hè? Maar in zekerheid heb je niet. Nee, helder. Zeg maar. Ja. Nou, in ieder geval wat waterstof dus betreft, helaas teleurstellend op dat congres. Watergas. Ja, watergas. Ja, heel goed, heel goed, heel goed. Ja. Dan was er nog ook een presentatie die zou plaatsvinden van een magneetmotor, een kinetische powerplant, die ook niet kwam, waarbij ook de organisatoren een presentatie hebben gegeven over deze magneetmotor. Mm-hmm. Magneetmotoren in alle welt. Autonome magneetmotoren. Wat heb je daar gehoord? Heel interessante dingen. Oké. Absoluut. We kennen Yildiz misschien nog wel. Ja, Yildiz Koesnoen, geloof ik. Nee, Die dus in Eindhoven zijn presentatie heeft gehouden. Precies, ja. Oké. Nou, de man heeft samen met Gaia heeft hij geschuurd, zou ik maar zeggen. En Gaia? Gaia, de organisatie Gaia. Ah, oké, ja. Die dus, die hebben een samenwerking geprobeerd op te zetten. Nou, dat is niet gelukt. Dat is dat tv-station in Amerika, bedoel je? Of zijn er zijn veel meer Gaia's natuurlijk. Dus om even duidelijk te maken van welke Gaia. Dat is een goede vraag. Weet je nou, als er meerdere zijn, dan weet ik niet meer. Nee, het is een Duitse organisatie voor vrije energie. Nou, ze doen niet alleen vrije energie. Ze doen meer dan dat alleen. Maar in ieder geval, dat is wel een van zijn speerpunten van deze organisatie. En, maar ze hebben dat geprobeerd en het ging niet.
Ze kregen, de man is niet voor reden vatbaar en wil gewoon zijn ding erdoor drukken. Okay. Gewoon van, nou, ik wil gewoon 20 miljoen. Oh ja. En dan kunnen we door, maar ik ben nog niet klaar. Oh ja, dat is een beetje... Oh, dat is een beetje vervelend. Ja. Ja, wie geeft 20 miljoen en zeggen van, en het zou nog wel eens meer kunnen worden. Ja. Stiekem. Ja. Ja, dat doet niemand. Nee. Ja, dus hij zit daar in zijn eigen bubbel. Maar Gaia heeft dus, toen hebben ze dat samen, hebben ze die motor dus aangezet. En die heeft het even gelopen. En na een bepaalde periode, en het zijn dagen geweest, ja, was die 80% van zijn magneetkwark kwijt. Oké. Okay. Ja. En dat is een probleem. Dat, ja, dus dan heb je niet, dan gaat je over Unity ook teruglopen natuurlijk. Hier is niks meer. Nee. Dat ding gaat naar de knoppen. Ja. En dat heeft dus ermee te maken dat die tegenkrachten, die tegenpolen, die noord, noord, zuid, zuid, weet je wel. Ja. Daar kan die magneet die kan daar niet tegen. Oké. Okay. En is ook eigenlijk wel een beetje logisch. Hè? Het is die, gewoon, die wordt uitgeput of zo. Ja, die verliest zijn kracht. Dus hetzelfde eigenlijk als dat je, en dat hebben we hier gezien, hè? Als je een magneet pakt en je laat die warm worden. Ja. Dus in dat systeem wat we hebben, hè? Om dus warmte te creëren door magneetkrachten. En nou, als je in de buurt komt van 140 graden, ja, dan gaat die magneet hard achteruit. Ja, ja, ja. Dus een magneet is niet een statisch object wat altijd dat blijft doen. Nee. Die kracht blijft vasthouden. Nee. Okay. Te grote spanning. Ja. Gaat hij naar beneden. Oké. Okay. En ik heb een donkerbruin vermoeden dat dat eigenlijk met alle magneetmotoren aan de hand is. Oh, oké. Okay. Met Brandev, met allemaal die dingen. En daarom zien we ze eigenlijk niet. Nee. Want er is altijd is er iets. Dan komt iemand en zegt, ja, ik heb een magneetmotor. Ja, ga je ermee? Ja, maar... Ik denk, waarom dan zo geheimzinnig? Het zou wel eens kunnen zijn dat ze erachter komen. We hebben een probleem. En was dat in essentie ook wat zij vertelden over de magneetmotoren? Niet zo in essentie dat ik het nu vertel. Nee. Maar gewoon eigenlijk een mededeling van, luister, ze waren erachter gekomen dat 80% minder kracht was. Oké. Okay. En dat was het dan, punt. Ja. Okay. Maar van mijn optiek kijk ik naar die dingen, zie ik dus dingen. Ik heb zelf ook dingen geëxperimenteerd. Ja. En zeg ik, jongens, volgens mij hebben we hier ook een soort van, ja, doodpaard wil ik niet zeggen, maar het is lastig. Net als met Bandini, zeg maar. Ja, dat is ook wel zo'n dingetje. Ja. Ja, dan kun je je afvragen van, ga ik dan daarmee door, weet je wel? Ja. Nou ja, mijn advies is dan, doe dat liever niet. Maar iets anders, er zijn honderden methodes om dit te doen, of om energie op te wekken. Maar goed, ik wil niet... Nee, helder. Motiveren. Nee. maar wel het realistische inzien van waar loop je tegenaan. Want dat kan wel helpen als mensen zeggen, ik wil dat na gaan bouwen. Weet, jongens, dat dit speelt. Ja. Dus jij vond, nou goed, dat is misschien iets voor het eind, maar die autonome waterturbine met vliegkrachtnutzung, veel meer potentie wat jou betreft. Omdat die zo eenvoudig is. Ja, precies. Ja, mooi. Dat is het punt. Het is vrij makkelijk te bouwen. Ja. Ja. Dan hebben we op zondag nog die ING 8 Lander technologie. Mm-hmm. Wat is dat voor iets? Dat was uit Thailand. Hè? Even kijken hoor. Gibraltar. In Portugal. Dat ik het even niet door elkaar haal. Fusionstechnologie met een COP van max 30 bis 1. Oh nee. Ontwikkeld. Ja. Die energiecel. Het handelt zich om katalyseerde fusionreactoren die thermische of elektrische energie direct uit de fusie van waterstofkernen in water vrijzetten. Ja. Heb je daarnaar geluisterd? Mooie technologie, ja, absoluut. Ja, mooie technologie. Okay. Wat mij het meest eigenlijk aansprak eigenlijk van dit, dat ze dus een, en daar moet ik wel even in het midden laten, of ze het nou nu al verkopen of dat ze het gingen verkopen. Ja. Dat was me nog niet helemaal duidelijk. Ja. Dat is een tube. Ja. Daar zet je hoogspanning op. Ja. En daar komt, als ik me niet vergis, water of waterstof in. Ja. Ja. En die maakt van waterstof, maakt die helium. Oh ja, volgens mij zijn het beide. Zijn ze waterstofkernen en water. Ja? Ja. Ja. Nou, dat was eigenlijk ook een beetje het verhaal. Want hij had het eigenlijk over voornamelijk de katalysator. De katalysatorwerking eigenlijk, als het ware. Mm-hmm. Want als je bijvoorbeeld gaat kijken naar de zon, dan zie je dus dat de kern van de zon is 4000 graden, maar eromheen, dus de vlammen, zijn een miljoen graden. Ja?
Dus daar speelt iets heel anders. Daar een, het is niet een vlammende bol die opbrandt. Nee, daar is een fusie is daar gaande. Ja. Eigenlijk om de zon heen. Ja, want dat is wat er gebeurt. En wat hij zegt, van ja, en, maar het heeft, dat komt eigenlijk vanwege een katalyserende werking van de stof. Dus eigenlijk kosmische stof die daar in de buurt is. En het grappige ervan is dat als je naar de mainstream gaat luisteren, dan hoor je dus te zeggen van ja, ze hebben foto's gemaakt hè, van de zon. Hè, om te kijken van die kosmische stof, die kunnen ze vinden, die kunnen ze meten. Ja. Maar rondom de zon is die kosmische stof eigenlijk veel minder dan daarbuiten. Dan kun je twee dingen zeggen. Je kunt zeggen van het stoot het af, ja. Maar je kunt ook zeggen het trekt het aan en daarom is het daar minder. Ja. Ja. Hè? Ja. Ik denk dat dat de laatste is. Oké, zo kan het aan. Ja. Het heeft een fusie. Ja. Een fusie. En die katalysator is dus belangrijk. Nou, wat ze dus eigenlijk hier aanbieden, want het hele plasma gebeuren, daar zijn ze niet echt diep op ingegaan. Dus, dus ik neem aan dat er zijn nog geen apparaten die dus verkoop klaar zijn. Mm-hmm. Hè, om daarmee gebruik te kunnen maken. Ja. Maar wat ze wel wilden gaan verkopen, of dat ze verkopen, dat is dus die tube waarin je dus eigenlijk dat is een leerproces. Ja? Ja. Want ze zeiden ook zelf van, om dit te moeten begrijpen, om dit te kunnen begrijpen, moet je eerst gaan leren. Okay. Om verder te kunnen komen. Ja. En dat, die snap ik heel goed. Ja. Ja, want als je dan niet leert, weet je ook niet wat je bent aan het doen. En nee. Dan kan van alles gebeuren. En dan weet je ook niet, als dan iets niet werkt, dan weet je ook niet waarom het niet werkt. Mm-hmm. Weet je? Dus dat vind ik een hele wijze les. Ja. Waarin hij duidelijk zei van, hier zijn diverse stoffen die manifesteren zich door elke keer een andere katalysator erin te hebben. Want je moet je bedenken, dus je begint met waterstof, ja. En dan krijg je helium. Oké. Okay. Ja? Maar als je dan waterstof en helium pakt, ja, dan krijg je weer een andere stof. Mm-hmm. En dan ontstaat er weer een andere stof. Ja. En dan krijg je weer een andere stof. Een soort kettingreactie. Ja. En op een gegeven moment kwamen er zuren vrij. Oké. Okay. Ja? En daarna kwam metaalachtigen vrij. Ja, dus dan ga je richting tungsten. Hm. Ja? Maar je voegt alleen maar waterstof toe. Goh. Nou ja, eigenlijk is het precies datgene wat ik eigenlijk hier ook heb geconstateerd. Is namelijk dat waterstof is niet alleen nummer 1 op de periodieke tabel. Mm-hmm. Maar is eigenlijk de stof waaruit alle stoffen zijn gemaakt. Hm. En dat is ook wel heel bijzonder. Dat is heel bijzonder, ja. Dat is heel bijzonder. Dat is alchemisch. Ja, inderdaad. Je kunt het ook zien trouwens, want als je namelijk watergas pakt en je hebt de vlam en die richt je dus op, zeg maar, pak maar iets, ijzer, koper, whatever. Dan blijft er eigenlijk, na verloop van tijd blijft er niks anders over dan een plasje water. en dat is het ook nog zo, dat dus als ik bijvoorbeeld een vlammetje heb, dus watergasvlammetje, nou dat vlammetje, dan kan ik met mijn hand zo doorheen. Ja. Ja, dat is iets van een kaars, zo lijkt het. Ja. Ja, dus iets van 100 graden Celsius, meer is het niet. Mm-hmm. Ja? Maar als ik die RVS doe, ja. Ik richt hem op RVS, ja. Dan smelt RVS. En die heeft een smeltingsgraad bij? Meer dan 1000 graden Celsius. Zo. Iets van 1500 graden Celsius. Dat is wel bijzonder. Dus het is niet het vlammetje, nee, het is de interactie van watergas in een vlammende toestand, gericht tegen materiaal. Waar staat vuur voor? Ik weet niet wat je dan bedoelt. Waar staat vuur voor? Het symbool vuur. Zo heb je symbool aarde, zo heb je symbool water. Vuur staat voor transformatie, toch? Ja. Exact. Water, brandend water tegen een ander materiaal en je krijgt transformatie. Maar niet doordat het een temperatuur heeft, maar er is een uitwisseling van energie, van informatie. Ja, van uitwisseling van informatie inderdaad. Dat is wat ook intelligentie impliceert. Oké, maar ja. ik zeg alleen van wat aantoonbaar is, wat je gewoon op de keukentafel kan doen, zou ik maar zeggen. Hè? Ja. Nou, ik liep al jaren rond met dat ding om te laten zien, kijk jongens wat hier gebeurt. Ja. En iedereen liep weg, joh. En ze is van, oké, dan niet. Hè? Ja. Ja, bijzonder. Want dat is een bijzonder fenomeen. Nou, hou ja. En het druist tegen alle wetmatigheden in die je maar kan bedenken. Precies. Maar het je is kan gewoon aan de keukentafel doen, hè? Ja. Heel bijzonder. Ja. Nou, en dat vond ik wel heel leuk wat hun dan lieten zien. Dus eigenlijk het ontstaan van materie op die basis. En heel mooi. En dus ze hebben eigenlijk
een stukje inzage gegeven in hun experiment. Ja. En waarbij ook nog niet duidelijk is of consumenten en of bedrijven daar gebruik van kunnen maken of slash iets nu kopen. Nee, het is, nee, dat was nog een beetje vaag. Ja, ja. Dus, maar dat is wel iets om in de gaten te houden. Want in jouw gevoel is dit wel een iets, dat is niet simpel zou ik zeggen, zoals met die watertoren. Maar ik vond het een mooie, mooie tentoonstelling. Zeker, zeker, ja, zeker. Heel praktisch. Ja. Oké. Okay. Ja, dan hebben we dus de dingen, hè? Dat kinetisch krachtwerk. Hè? Ja, van de Gaia-projecten. Mm-hmm. Robert Reuter en Robert Reich van Gaia Energie Hamburg. Oh, dus dat zou die organisatie geweest zijn. Met Yildiz. Dat, oh, dus dat wat je net vertelde, ja. Inderdaad. Ja, ja, ja. Maar dit is alleen onder een ander systeem. En, maar goed, er schijnen dus een aantal systemen te zijn. Ja. En er schijnt een systeem te zijn hier niet ver hier vandaan, in Geleen zelfs. Oké. Volgens de geleerden. Ja. Het is een kinetic power plant, dus met andere woorden, je werkt met lucht. Dus je krijgt het buoyancy effect. Hè? Dus je hebt een vat, dat plaats je aan het water, dat doe je lucht in, ja. Dat het vat omhoog. Nou, en daar maken ze gebruik van. En dan hebben ze een hele hoge toren gebouwd, die dus inderdaad dit de hele tijd doet. Ah, oké. Okay. Blazen. Goh. Dat levert Overunity op. Het, daar zit nogal wat vaagheid overheen, moet ik wel eerlijk zeggen. Dus er zijn veel mensen die hebben geprobeerd eigenlijk om contact te maken, om iets te kopen. Dat is eigenlijk niet gelukt. Okay. Maar dat komt eigenlijk ook gedeeltelijk voor dat deze mensen volgens mij als een wesp gestoken altijd weer wegduiken. Hmm. Ik weet, ze zijn ergens bang voor. Ik weet niet precies waarvoor, maar daar is iets. Hmm. Maar ik heb ook contact natuurlijk met ze genomen en ik heb een beetje zo van, ja jongens, ik heb hier een situatie, die mensen willen dat kopen. Zeg het maar, ja, maar we verkopen niks. Oh, kijk, dat begint het al, hè. Ja. Ze verkopen niks. Wat ze doen, is ze bouwen een fabriek voor je. En dan betaal jij het kilowattuur. Oh, oké. Okay. Ja, daar kan je nooit kopen. Nee. Dus het is niet te koop. Nee. Ja, dus iedereen vraagt van, kan ik het kopen? Dus je wil, van het infuus af, maar nu hebben we een apparaat wat dat zou kunnen, maar ze hebben een constructie bedacht waarbij je toch aan het infuus ligt. Ja. 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 En dit vind je heel vaak terug ook. Hm. Hè? Dit fenomeen, dat mensen hebben dan iets gebouwd en dan willen ze eigenlijk dat niet verkopen, omdat je het dan eigenlijk afgeeft aan degene die het koopt. Ja, die kan er alles mee doen wat hij wil. Die kan meteen de hele ding in elkaar halen en zeggen van, oh, zo doe je dat. Ja. Oh, dan maak ik de volgende. Nog beter. Okay. Ja. Nou, whatever. Ja. Maar dus dat is dan een beetje dus de angst eigenlijk overheerst dan. Hè? We hebben zoveel geld in gestopt. En in Geleen zit kennelijk een bedrijf wat zo'n soort constructie is aangegaan, of zijn dat de uitvinders slash... Nee, dat is gewoon DSM. Oh, DSM? Ja. Oké. Okay. Ja, ik wist ook even niet wat ik hoorde. Nee. Oké, Geleen. Oh. Ja, die. Dus DSM is zo'n constructie aangegaan. Dat is eigenlijk het verhaal. Ik denk het wel, want ja, als zo'n ding daar staat. Ja. Nou, maar ja, je kan het natuurlijk niet bij, dus... nee, precies. Gewoon één grote... Maar dat werd gezegd vanuit hun, die Roberto Reuter of die Robert Reich, die zeiden dat. Nee, de man die ik dus heb gesproken aan de telefoon, dat moet ik even opzoeken, maar goed, maakt niet uit. Die kan je gewoon bellen en die neemt ook op. Dus, maar dat was ook iemand van dit project, van Gaia? Ja. Ja. Dus, maar goed, in ieder geval, nou, ik kan me het ook wel voorstellen, kijk, als je zo'n groot bedrijf bent en je hebt toch een mogelijkheid om iets substantieels te doen in je energiebehoeften. Ja, je ligt sowieso al aan het infuus. Dus als je dat inruilt voor een ander infuus waarbij je toch wat minder betaalt, is dat in deze wereld nog steeds een goede optie natuurlijk. Ja, maar goed, het zijn alleen maar hele grote systemen. Dus we hebben niks aan. Grote industrie. Precies. Dus dat zijn het, ja. Ja, 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 je moet het natuurlijk ook afnemen. Tja. Je kan niet verkopen die energie, hè? Dat gaat niet. Wat zonde dat dat eigenlijk dan toch... Ja, joh, ik bedoel, het is wat het is. We leren ervan, en we gaan door, toch? We hebben er nog twee. Dat zijn die neutrino-projecten Energetisieren die Welt, mm-hmm, van Holger Thorsten Schubart. Mm-hmm. Van de Neutrino Groep. Wat heb je daarin ontmoet? Heb je die ontmoet? Ja, dat vond ik wel een hele mooie. Want wat zij doen,
dan moet ik het even goed zeggen, want ik moet even iets pakken. Ja hoor, zeker. Wacht even, hè. Dan ben ik kijk even uit voor je dingetje. Ja. Dus we hadden het over die neutrino-projecten. Ja. Dat was het verrassingsproject. Oh, is het zo? Ja, ja, dat was een project dat stond niet op de lijst. Niet op de originele lijst. Nou, ik heb hier de originele lijst van tevoren. En daar staat die neutrino-project op. Ja. Ik heb in ieder geval dat eerste boekje. En daar staat hij niet op. Oké. Ja. Dus, maar dat maakt ook niet uit. Nee. In ieder geval. De man, want het was nog niet duidelijk of hij inderdaad echt kon komen. Oké. De man was net gearriveerd eigenlijk uit New York. Oké. En had zijn bodyguards bij zich. Dus dat wijst al ergens op. Ja. Heel groot bedrijf. Zit ook behoorlijk wat centjes achter dat bedrijf. Maar ze hebben iets heel moois voor elkaar gekregen, want kennelijk is het zo dat ze dus goedkeuring hebben gekregen van de Oostenrijkse regering om systemen in Oostenrijk te mogen verkopen. Als Berlijnsbedrijf. Als Berlijnsbedrijf. Dat staat hier. Ja, dat het, ja. Precies. Oké, okay, dus het Berlijnsbedrijf dat heeft een soort vrij energieapparaat. Ja, nee, ze hebben een vrij energieapparaat. En wat voor soort apparaat is het? Het werkt op basis van grafiet. Of grafeen, sorry. Oké. Okay. Ja. En dan moet ik even denken. Grafiet en grafeen en silicium. Oké. Okay. Die combinatie. En daar hebben ze ongelooflijk veel geld aan uitgegeven om precies de juiste samenstelling te krijgen. Mm-hmm. Het zijn flinterdunne laagjes. Een sheet. Platen. Sheets zijn het. Ja. En die worden dus gestekt. Ja. En, en dat trekt dus energie aan, omgevingsenergie aan. En dat zet het om. Goh, in elektrische van energie. Van neutrino's naar elektronen. Goh. Ja. Ja, ze noemen het neutrino's. Ja. En hebben ze iets uitgelegd van hoe dat werkt? Of wat je nu net zegt? Ja. Dat is het eigenlijk. Hè? Ja. Dat is een beetje in korte... En dan de verhoudingen en dergelijke. Dat is natuurlijk heel specifiek hoogtechnologisch. Mm-hmm. En er is ook veel geld aan uitgegeven om dat voor elkaar te krijgen dat het nu echt werkt. Ja. En het is bepaald geen goedkope technologie. Dus hij zei ook van als we nu bijvoorbeeld een systeem gaan bouwen, dan kost een systeem €500.000. Oké. Okay. Ja, nou, dat is natuurlijk... Dat is heel veel geld, maar aan de andere kant... Ja, als je veel energie nodig hebt, dan... Dat weet ik, maar ja. €500.000 voor 5 kilowatt is een beetje veel, hè? Ja, dat is zeker heel veel. Okay. Vijf kilowatt zeker, ja. Dus ja. Wat ze nu aan het doen zijn eigenlijk dus opdrachten aan het verzamelen om een fabriek neer te zetten, om dat dus in het groot te maken. Ja. En ze hebben dus, de Oostenrijkse regering heeft dus toestemming gegeven dat het binnen hun landsgrenzen verkocht mag worden en geïnstalleerd. Ja. Alleen, je weet natuurlijk niet wanneer dat dan is. Hè? Want, nee. Als je nog een fabriek moet bouwen, dan ben je natuurlijk nog even bezig. Dus je hebt geen idee hoe lang dit nog gaat duren, dit project. Ze hebben het ook in Duitsland gevraagd en daar is het afgewezen. Okay. Dus dan mogen ze niet gaan verkopen. Nee. Dus wat ik dan interessant vind, ze hebben dus dan de officiële weg bewandeld. Yeah. Ja? En ze hebben daar dus een positief antwoord op gekregen. Bij Oostenrijk. En dat vind ik toch wel heel erg belangrijk. Ja, zoiets. Zeker. Dus, want ze praten hier ook over een P-auto. Die zo'n unit er dan in zou hebben. Hebben ze daar ook iets van verteld? Ja, maar het is gewoon dat het energie opwekt. Ja, dus dat je er ook een elektrische auto op kan rijden. Ja, of alles eigenlijk. Ja, een scootertje of een... Nee. Het is niet zo moeilijk. Nee, het is niet zo groot. Heb je gezien hoe het er ongeveer uitziet? Nee, ik heb het niet gezien hoe groot het is. Maar ze hadden zoiets van, zoiets. Oh ja. Ja. Goed te doen. Ja, het is goed te doen. Het is echt een... Ja, echt en die, daar hoef je... Dus je hebt gewoon een box en die gewoon ergens neerzet. En daar kun je gewoon een stekker in steken. Ja. En that's it. Ja. Of je je meterkast op aansluiten en zet toe. Ja. Geweldig. Ja. En dus die kwam met bodyguards binnen. Ja. En er staat hier ook nog even 3 miljard genoemd voor het P-auto project. Mm-hmm. Die met 3 miljard werd verhoogd. Mm-hmm. Ja, en, alleen is het één maartje. En die hoor ik graag. De reden dat hij dus in Amerika was dat hij een deal heeft gesloten met de VN. Oké. Okay. Ja, sorry, maar dan ben je al... dan heb ik zoiets van, oh shit, dat zat er niet waar. Waarom doe je dit nou? Ja, ja.
Nou ja, je moet alle mogelijkheden open houden. Dus het kan ook nog een deal zijn voor de mensheid. Maar I hear you. Nee, precies. Dat is wel een puntje. Er ligt natuurlijk al heel veel op de plank bij al die grote bedrijven en organisaties wat niet van de plank afkomt. Ja. Maar het werkt. Het werkt, bijzonder. Het werkt goed. Dus ja, dat is maar toch wel weer een voorbeeld van... Binnenkort in Oostenrijk te verkrijgen. Ja, wanneer, weet ik niet. Nee. Ja. En dat of je dan daar als Nederlander naartoe kunt en dat ding kopen in Oostenrijk? Het is, wat ik begrepen heb, is het alleen maar dus als je in Oostenrijk woont, je hebt in Oostenrijk een huis. Ja. Dan kun je dat systeem in huis kopen. Dus, want er zijn allemaal restricties. Ah. Kijk, want daarom zegt Duitsland bijvoorbeeld, nee, doen we niet. Dus ze zeggen van, hey, we zetten het in huis, dan wordt het daarover wordt het ook gebruikt. En, maar ja, de deal, die weet ik natuurlijk niet. Hè? Ik weet niet het zou net zo'n soort deal kunnen zijn als die Gaia nu met die neutrino doet. Dat je toch eigenlijk weer aan het infuus ligt. Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Dat is allemaal toch vaag. Het werd natuurlijk fantastisch onthaald. Want ja, het is toch weer een stapje wat gezet wordt. Maar hoe groot het stapje daadwerkelijk is, is natuurlijk altijd nog af te vragen. Ja. Dus dat was de verrassing, zeg maar. Ja. Oké. Okay. Ja. En dan hebben we nog een systeem uit Thailand. Oké. Okay. Of Thailand, Thailand of Taiwan, niet meer kijken. Mm-hmm. In ieder geval, dus die, vond ik een hele, hele interessante. Wat voor soort ding was dat dan? Nou, het is, je moet je voorstellen, je hebt dus een transformator. Daar heb je spoelen. Ja. En wat hun doen is eigenlijk pulsen. Oké. Okay. Ja, dus je doet een hele hoge puls geven, mm-hmm. maar je houdt die puls enorm kort. Dus echt micro. Mm-hmm. Dus heel kort. Dus dat betekent dus eigenlijk dat er geen stroom loopt. Nee. Er loopt geen stroom, maar er is wel een, moet ik zeggen, een ontvanger. Hoe kan ik dat best uitleggen? Stel, ik kip je uit je voet. Ik kip je onder je voet. Yeah. Ja. En dan krijg je een explosie. Ja. Dan moet je niezen. Ja, ja, bijvoorbeeld. Ja, niezen of lachen, andere dingen doen. Ja. Of ik kiedel ergens en dan moet je niezen. Nou, hier kun je het ook voorstellen. Dus, en dat is een fenomeen trouwens, dat is goed bekend eigenlijk hè, in, mm-hmm. In die wereld. En ik denk ook dat dat een hele hoge potentie heeft. Vind ik wel. Als een van de niet draaiende onderdelen is dit wel een hele hoge potentie. Nou, hun hebben het voor elkaar gekregen. Een COP van 1700. Dat is fenomenaal. Ja, hè? Ja. Dus oké, okay, interessant. Nou, het interessante was ook dat we hebben het op camera gezien. Hè, dus je moet je even voorstellen daar in Thailand, moet ik even kijken. Die zaten daar, was staan in de nacht. Ja, en wij hadden dus in één keer een videolink. Ja, dus ik kan je nog wat beelden toesturen trouwens. Fijn. Op mijn telefoon. Dus graag. Ik heb een paar dingen gefilmd. Ja. Wel, heel leuk. En die... die lieten ze on the fly lieten ze zien hoe dat ding dus functioneerde. Oké. Okay. Ja. Dus ja, was wel leuk om te zien. Maar dat heeft wel hele grote potentie, omdat het is niet zo'n heel duur project, het is niet zo'n ding of zo. Ja. Maar ze willen dit wel verkleinen. Ze willen dit wel gewoon aan huishoudens gereed maken. Helaas waren hun ook op zoek naar geld. Dus dat was ook de reden dat ze daar waren, dat ze het lieten zien. Ja. Dat ze op zoek waren naar geld. Maar het bestaat. Ja. Ze zijn er mee bezig. Ja. Het is aanwezig. Ja. Dus dat vond ik wel indrukwekkend. Nou, dat snap ik, ja. Ik zit even te kijken of ik kan vinden wat dat is. Maar we gaan hem wel even opzoeken, die Taiwan of Thailand dingen. Ik kan hem hier zo niet vinden. Zie ik ook nog eentje staan met methanol Zeitalter. Dr. Albrecht Tribu Kait. Ja. Ook waterstof. Ja. Heb je daar ook naar geluisterd? Methanol, waterstof? Nee. Oké. Okay. Nee, dat is echt zo. Ik heb de man wel aangesproken. Ja? Ik had het een heel klein stukje gezien op het einde. En toen wist ik ook meteen van, oh gelukkig dat ik daar niet een uur aan heb besteed. Oh, oké. Okay. Dus, het is weer zo'n non-ding. Oké, okay. Gewoon... Kijk, je moet je voorstellen, dus dus gaan dan methanol, gaan ze dus, of methaan, hè? Methaan. Ja. Methaan is het, hè? Ja. Ja, gaan ze methanol, winnen, methanol. Ja. Gaan ze winnen in een ander deel van de wereld en dat brengen ze dan hier naartoe en draait het alles op methanol. En denk van ja, wat maakt het een fuck uit of je nou olie bakt, gas of methanol? Precies. Je zit weer aan hetzelfde, je zit weer aan de tiet van een ander. Ja.
Ik denk, ja, jongens. Dus ik had hem ook aangesproken erover van, ik zeg, hoe groot zou de kans zijn als ik nou zou gaan praten met die mensen, wat doe je met die motor? Nou ja, laten we de motoren draaien. Ik zeg, nou, ik heb een technologie om 95% water te pakken en 5% methanol of methaan of whatever. Ik heb dat zetje gewoon nodig. Hoe groot zou de kans zijn dat jouw achterban zegt, ja, dat moeten we doen? Ja, niet. Hoe groot? Ja. Denk het niet. Nee, natuurlijk niet. Nee. Want jij wil verkopen. Ja. Jij wil zoveel mogelijk omzetten. Zoveel mogelijk van het spul. Ja. Niet minder. Precies. Snap je? Dus het is weer zo'n wassen neus, joh. Ja. Dus, ja, ja. All things considered. Wat heb jij... Wat is jouw achteraf gevoel na zo'n congres? Ik ben verschrikkelijk blij dat ik ben gegaan. Mm-hmm. Echt waar. En... Want het was gewoon echt super de moeite waard. Ja. Goede informatie. Informatie niet altijd leuk om te horen, nee. Wat dan niet werkt. Een aantal bummers best wel ook. Absoluut. Ja. Maar wel waarheid. Ja, wel waarheid. Precies. Inderdaad. Heb ik liever om dat te horen dan dat je denkt van, oh, daar is iemand 5 jaar bezig met die technologie en die komt geen steek verder. Nee. Je had ook iets anders kunnen doen wat misschien meer potentie had gehad. Ja. Dus het is ook voor mij, kijk, voor mij is het gewoon, moet ik zeggen, het is zo praktisch. Het is niet... Ja, het is ook een hobby. Laten we eerlijk zijn. Hè? Ik vind het leuk, techniek is een hobby. Maar ook zo praktisch. En dat moet het ook zijn. En wat ben je daar qua mensen tegengekomen? Kun je dat typeren? Ja, of? Door alles heen, joh. Ja? Alles wat je... Gewoon geïnteresseerde, maar ook technische typjes lijkt me gewoon vooral... Van de technische typjes tot de niet-technische en alles wat ertussenin zit. Ja, dus, ja. Een mooi, mooi mixje. Kom je tegen. Ja, echt wel. En wat was voor jou nou het meest aansprekende wat je daar hebt ontmoet? Nou ja, wat ik heb gezien, dus die neutrino's, die vond ik dus rete interessant. Ja. Maar dan eigenlijk ook meer met het verhaal van wat daarachter zit en hoe dat werkt. Ja. Daar moet ik wel nog iets bij vertellen. Het is namelijk zo dat... In die informatie hebben ze een paar dingen verteld en één ding was interessant. Dat is dat als je een grafeenlaag hebt en die maak je heel dun, ja, dus echt super dun, dan heb je eigenlijk een soort van omzettingssysteem. Ja, dus okay. Inderdaad van neutrino's, noem het maar neutrino's of iets anders, mag je van mij zelf weten. Die kan dat omzetten naar elektronen. Ja. Mm-hmm. Maar maak je die plaat iets dikker, dan gaat hij eigenlijk energie spijkeren. Dan heeft hij die capaciteit niet meer, maar dan gaat hij spijkeren. Dat is eigenlijk een accu geworden. Huh? Ja? Oh ja, en dat had ik wel nog gezien, die accu van Gaia. Ja. Ze hebben dus accu's gemaakt op basis van die grafeen, maar dan eigenlijk als een condensator. Oh. Ja, dus eigenlijk gemaakt als een condensator, maar dan met grafeen daarin. Hm. Ja? Nou, het interessante daarvan is weer dat een condensator heeft heel veel voordelen. Mm-hmm. Ja, want die kun je heel snel opladen en heel snel laden. Ja. Laadcyclus is, ja, eigenlijk hangt het een beetje af van hoe je dat gaat doen. Hoe beter je dat gaat doen, hoe langer dat ding meegaat. Mm. Ja, dat is natuurlijk ook weer zo'n ding. Ja. Als je ding naar de knoppen is, dan haal je uit elkaar. Er zijn geen rare stofjes, want eigenlijk is grafeen gewoon koolstof. Ja. Heel goed op aarde te verkrijgen. Hè. Het is geen stofje waar en ook niet schadelijk. Een land op zit van... Hier gaan we weer oorlog om voeren, zou ik maar zeggen. Nee, weet je wel? Dat willen we niet hebben. Nee. Plus erbij, kijk, het ontwikkelt geen warmte. Hè? Dus je verliezen zijn echt minimaal. Ja? Het kan ook geen gas ontwikkelen, er kan geen brand ontstaan. Nou ja, jongens, draag mij maar weg. Dan heb ik zoiets van, jongens, laten we dat doen. Geweldig. Ik heb er ook eentje besteld. Dus gaaf. Ik word op de hoogte gehouden van wanneer ze klaar zijn. En wat is de indicatie? Iets over 2 maanden, geloof ik. Oké. Okay. Ze zijn nu aan het bouwen en dat loopt nu. Nou, is wel leuk om daar ook even aandacht aan te besteden op het moment dat je hem binnen hebt. Ja, ja, dus dat is een hele mooie. En, dus dat is ook iets wat je daadwerkelijk fysiek hebt kunnen bestellen. Ja, precies. Ja, dat is wel gaaf. Daarvoor was ik gegaan. Precies. En dat is eigenlijk all things considered, is dat wel het enige. Want er was niet iets anders in de vrije energieachtige gedachten die voor consumenten of MKB'ers... Nu verkrijgbaar en te koop is. Nee, maar het zijn wel potentiële. Ja. Het is ook heel handig om dingen te weten. Want je krijgt heel veel informatie uit die mensen. Want die mensen, kijk, die vertellen. Zeker techneuten. Techneuten komen daar aan het woord. Ja. En die vertellen allemaal dingen. En
ja, als je dan een bepaald gehoor hebt, dan denk je, oh, dankjewel. Nou, ze delen natuurlijk heel veel van hun onderzoek en van de fouten die ze hebben gemaakt. Exact. En van de dingen die ze hebben ontdekt en ze tegen zijn gekomen. Ja. En voor een geoefend en experimenteel oor is dat natuurlijk goud. Ja. Dus ik snap heel goed dat jij er heel blij was om daar... Dus het was meer dan de moeite waard. Ja. En het is ook heel fijn om met gelijkgestemden te praten. Ja. Ook hun verhaal te horen, weet je. En dat vind ik wel leuk. Ja. Nou, en hoogstwaarschijnlijk zijn wij op de volgende, staan wij er ook. Dus, gaaf. Met ons systeem. Dus, ja, het watersysteem. Ja. Want daar waren ze wel zeer van onder de indruk, moet ik zeggen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat ik vind het raar als iemand daar niet van onder de indruk is. Ja, serieus. Ja, het zou zo maar kunnen. Ja. Maar ja, het is wel dat het gaat om nieuwe energie. Ja, of nieuwe dingen in nieuwe zeitalter. Ja. Ja, en daar valt dit natuurlijk perfect in. Zo is het. Nou ja, wat je ook al kunt aantonen met een aantal westers wetenschappelijke tests en dergelijke. Dus die zijn zeker indrukwekkend. Ja. Dus dankjewel Frank. Ja, graag gedaan. En graag tot een volgende keer. Yep. Net als voor jullie. Yep. Dankjewel voor het kijken en graag tot een volgende keer. Ja,